Bij sommige gezondheidsklachten is onderzoek nodig in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld een CT-scan. Bij dit onderzoek krijgt u contrastvloeistof ingespoten. Deze vloeistof gaat uw lichaam ook weer uit via uw plas. Het is moeilijk om de contrastvloeistof weer uit het rioolwater te zuiveren. Dit willen wij voorkomen. Daarom gaat plassen na een CT-onderzoek een klein beetje anders. De eerste keer plast u op het toilet van het ziekenhuis. Blijf dus na het CT-onderzoek in het ziekenhuis om eerst daar te plassen, zodat uw plas door het speciale waterfilter van het ziekenhuis gaat. Als u naar huis gaat, krijgt u drie plassakken mee. Thuis plast u de eerste drie keer in een plassak. Waarom? Simpel: zo komt de contrastvloeistof niet in het rioolwater terecht. Plassen in een plassak kost net zoveel tijd. En is net zo schoon als plassen in een toiletpot. De plassak is door zijn vorm makkelijk te gebruiken voor iedereen. De volle plassak kan gewoon bij het restafval. Spoel de volle zak dus niet door het toilet. Makkelijk dus. Heeft u nog vragen? Ga dan naar de website www.plassakziekenhuis.nl. Op de verpakking van de plassakken staat een link naar een online vragenlijst. Vul de vragenlijst in en help mee. Het is belangrijk dat u vertelt wat u van de plaszak vindt. Want alleen dan kunnen we het gebruik van de plaszak mm. nog gemakkelijker maken. Voor iedereen.